Maar bij deze middag ook het team van de week. En die komen zo meteen met de spelers het veld oplopen. Zoals ik u net vertelde, hebben we dus het team van de week. En dat is deze week de Rode Boys F3 geweest. We stellen ze even aan u voor. Martijn van der Perk is onze niet te passeren keeper. Hij pakt er echt alles uit. Marvin de Tank van Veen, onze laatste man, niet te passeren. Nick Vroeg kan zowel op het middenveld als achterin goed uit de voeten. Emil Ado is verdediger. Hij kan best uit de voeten als back. Jason van Zanten, onze spelverdeler, maar hij kan goed in de spits. DJ Frison, een middenvelder, echt balvast. Bats van Hemert, een echte spits, heeft alleen een klein kansje nodig en hij scoort. Vivian Ome is ook een echte spits, die altijd op de goede plek staat. Sam Ekels kun je op elke positie neerzetten, kan overal uit de voeten. We hebben ook Kasper Bouwman met zijn snelheid niet te houden op de vleugels, maar kan ook goed op het middenveld. Dan hebben we Milan van Delft, die is de nieuwe act van Peppe. Hij kan goed verdedigen, maar kan ook zeer goed op het middenveld uit de voeten. De leider en trainer van het team, Jeroen van Riel en George van Zanten. Ik mag jullie groeten namens de beste mannen en zorg jullie vanmiddag een hele fijne en sportieve wedstrijd. Dankjewel. Omdraaien, jongen.